Goedenavond en welkom bij Kruispunt. Welkom bij deze nieuwe kloosterserie. We gaan dit jaar op zoek naar de spirituele leiders van onze tijd. En André Louw is zo'n spirituele leider. Het is een bijzondere man. Hij is kluizenaar hier in de Franse Provence, in een voormalige stal. En toch heeft hij betekenis voor veel spirituele zoekers van onze tijd. Hoe kan dat nou? Afgezonderd leven op een paar vierkante meter, jaar in jaar uit. En toch betekenis hebben voor mensen in onze tijd, door zijn boeken, door zijn leven. Voor mij is het zelf ook een bijzondere ervaring. Ik ben nog nooit bij een kluisenaar geweest in de kloosterserie. Ik ga nu naar hem toe, naar die paar vierkante meter. Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Ja, goedendag. Ik spreek met Leo Feijen van Kruispunt. Ik kom hier voor André Louw. Ja, u komt zo? Oké, dank u wel. Dank u wel. Ja, dag. Goedendag. Leo Feijen. We hebben een afspraak hier met André Louw. U bent niet André Louw, u bent... Nee, voor een Muban. Broeder Mauban. Ja. Okay. En u brengt mij nu naar André Louw. Oké, okay. Dat is een kluis. Kijk, dat is de kluis? Ja. Leo Feij. Aangenaam. Blij u terug te zien. Ja, ja, ja. Ik was hier 5 jaar geleden. Ja, inderdaad. Ik herinner me goed, ja. En toen was ik hier voor een ander bezoek en toen kwam ik u tegen. En toen zei ik, mag ik ooit een keer bij u langs? Toen is het idee opgekomen. Toen is het idee opgekomen, ja. En dit is uw kluis. Ja, inderdaad, ja. Je zet u omkruis, dat is een groot woord, hoor. Maar hier woon ik dus. Ik zie daar een kerkorgel staan. Ja, ik speur een beetje. Och, ik speur een beetje. Wat is dat hier? Dat zal Bach zijn, maar och ja, maar dat is een beetje precies wat ik nog kan. Ja. Dit is de refter. Hier wordt gegeten. Hier wordt gegeten. Ah, ja, gegeten. Ja. Ja. Inderdaad. Ik heb wel eens gehoord dat mensen in het klooster van een zekere orde houden en van een zekere structuur. Maar ik zie hier alles door elkaar staan. Dat is wat ik hier gebruik, dus wat ik hier nodig heb. Ah, ja. Meer heb ik niet nodig. Dus ja. Ja, het is een beetje wanorde inderdaad. De kapel is daar, ja. En ook de slaapkamer heeft toch ergens. Ik zal recht maken. Dat is de kapel. Elke morgen de Eucharistie. En dan is een collectie iconen. Vroeger was het kleiner en dat was een stal. En daar woonde een ezel. Die is nu overleden. En en toen hebben ze dat een beetje uitgebreid. Ze hebben iets bijgebouwd. En dat is geworden wat het is. Is dit nou de plek waar u... meest bent. Ja, waar u het meest bent. Waar u, want dit is dan de slaapkamer, de kapel. We hebben de refter gezien. We hebben de studeerkamer gezien.
Dat is het, daar speelt uw leven zich af? Ja, hier, ja, ja. Ik voel me recht thuis. Daarvan had ik altijd gedroomd. En nu is dat een werkelijkheid geworden. Een droom die werkelijkheid wordt. Maar kluizenaar André Loef moet er bijna zijn hele leven op wachten. 60 jaar geleden treedt hij in bij de trappisten in Noord-Frankrijk. Toen ik novice was, dus ik was toen nog heel jong. Ik was nog geen 18 jaar toen ik binnenkwam in de Katsberg. Dus toen dacht ik ook al dat ik eigenlijk eerder naar een kluizenaarsgemeenschap moest overstappen. En mijn novice meester die wilde daar niet van horen. Die zei, nee, dat is het bewijs dat je echt voor de trappisten geschikt bent. Alle trappisten hebben die bekoring. Dus ja, dus ik ben gebleven. Het verlangen naar eenzaamheid groeit. Maar tot zijn eigen verbazing wordt Loef tot abt gekozen. Ik wist niet wat ik doen moest. Moest ik het aanvaarden of niet? Toen dacht ik, ik aanvaard het voor 10 jaar. En na 10 jaar neem ik ontslag. Ik heb dat geprobeerd na 10 jaar, maar ik ben er niet in geslaagd. En toen ik binnenkwam, toen zei de generaal triomfantelijk, refusé, geweigerd. Toen dacht ik, na die mislukte poging, toen dacht ik, onze lieve heer moet er een zaal voor zorgen. Dus ik doe er geen stappen meer voor. Moet je het eerst uithouden met de anderen, om het daarna te kunnen uithouden met jezelf? Met God. Met mezelf, nee, maar met God eigenlijk. Dus dat is. Ja, maar dat is waar hoor. Dat is iemand die zou willen beginnen als kluizenaar zonder eerst een tijdje het gemeenschappelijk leven. Ik zou zeggen: nee, wachten. De tijd is niet gekomen. En wat leer je dan in de gemeenschap? De anderen verdragen. Dat is niet altijd gemakkelijk, dus dat is, ja. En als je de anderen kunt verdragen? Dan kun je ook jezelf verdragen en kun je, kluizenaar is hij die afgescheiden is van iedereen en verbonden is met iedereen. Dat is heel typisch mijn ervaring. Alleen en toch verbonden met allen. Dat is paradoxaal, maar misschien omdat men op de eerste plaats verbonden is met God. Het is in God dat ik iedereen terugvind. Vijfendertig jaar was hij abt. 35 jaar heeft hij gewacht. Pas toen kon hij zich losmaken van het klooster en werd zijn diepste verlangen werkelijkheid. 10 jaar geleden trok hij naar Zuid-Frankrijk en sloot hij zich op in zijn kluis. 1 keer per dag komt hij buiten om met de naburige Benedictinessen een dienst te vieren. Le corps du Christ.
Yves Saint-Laurent est mort. C'était bien sûr une griffe de la haute couture française mondialement connue, mais aussi un personnage fragile. S'est bien reprise pour boucler cette partie. 6 jeux à 2, Elena Dementieva, quart de finaliste, elle qui avait atteint la finale ici à Roland-Garros. Wij leven allemaal uit Gods barmhartigheid. De mooiste herinnering die ik heb aan een godservaring, ik zie nog precies wat dat gebeurd is, in de kerk van de Kasberg, was het moment waar ik me echt bewust werd dat ik vergeven was. Ik was een vergeven zondaar. Een zondaar die steeds beroep mocht doen op Gods barmhartigheid. En maakt een mens dat maar een paar keer in zijn leven echt mee? Die nabijheid? Het is zeldzaam, maar één keer is genoeg. Want dat één keer is er iets gebroken, is er iets verbrijzeld. En men zegt ook een gebroken hart, hè? Maar in die oude Nederlandse term vind ik heel mooi. Een vermorzeld hart. Het gaat echt om niet dat gebroken is, maar echt, als ze zeggen vermorzelen, dat is... In stukjes verbrijzelen, een verbrijzeld hart. Ja. Ja, inderdaad, dat is een oerervaring in de geestelijke ervaring. Maar dat betekent ook dat als je hart vermorseld wordt, verbrijzeld wordt, dat je dus misschien wel heel klein eerst moet worden? Absoluut, ja. Heel klein, heel klein. Dus hier staat een man van 78. Hier staat een man ook van 1,87, 1,88 lang. Maar die ook elke dag weer... 93. Elke dag moet leren om... klein te worden, ja. Om door die enge poort te gaan waarover het evangelie spreekt. Want dat is vooral een lage poort, een zeer lage poort. Je moet klein worden. Dat betekent dat je op je knieën moet. Of moet je je ik loslaten? Dat is er, misschien is dat een betere uitdrukking, ja. Je ik loslaten en het enige belangrijke vasthouden. En dat enige belangrijke is God. De Franse Côte d'Azur, zon, zee en eindeloos veel mondaine badplaatsen. Een groter contrast met het teruggetrokken en bescheiden leven van André Louw is bijna niet denkbaar. Toch woont hij op slechts 10 kilometer landinwaarts. Broeder André, nou is het zo mooi hier, de Provence... Frankrijk, en dan heeft u een schutting om uw kluis staan. Alsof u niks wil zien. Nee, dat is niet de reden. Nee, omdat de mensen mij niet zouden zien. Ik denk dat het is om mij te beschutten tegen de nieuwsgierigheid van mensen die hier langskomen. Toen ik gisteren hier voor de eerste keer kwam, toen zag ik de kluis, ik zag die schutting, en toen viel me op dat zelfs in die kluis alles dicht is. Gordijnen, luiken. Waarom? Omdat er dan, ja, in die eenzaamheid is er geen plaats voor iets anders. Dus men is normaal op zichzelf
teruggeworpen, maar op zichzelf, dat wil zeggen, op God in ons. Dat is een ervaring die ik elke dag maak. Ja. Maar als ik op mijn eentje ben, in mijn eentje ben, dan kan het ook stormen in mijn hart. Dan zijn er zoveel andere dingen die mij afleiden. Is dat dan bij u niet? Ja, toch wel. Dat gebeurt bij mij ook. Maar men leert dit min of meer beheersen. Dus. Hoe leert u de onrust beheersen? En wat zou ik dan kunnen doen om mijn onrust te beheersen? Ik wil zeggen, laten vallen. De dingen laten vallen. En opnieuw steeds weer terugkomen naar... Naar God. Er niet tegen vechten. Dus het gaat niet over een vechten tegen die onrust, maar het laten vallen. Het heeft geen betekenis. Het is niet belangrijk. Als die onrust nou is, de teleurstelling in mijn leven, hè, iets wat niet is doorgegaan of iets waar ik in gefaald heb, dat laat je niet zo makkelijk vallen. Dan zeg je in een zekere zin, als je God gevonden hebt, dan is het niet zo moeilijk om dit te laten vallen, om dit te beheersen. Te beheersen is niet de goede uitdrukking. Ik denk laten vallen, als iets onbelangrijks. Ziezo, maar alles wat ik verwacht had in een kluis, behalve dit, ja. Nu wel. Ik bewees een dienst aan de zusters, dus met het orgel anders verhaat. En ik maar denken, een kluizenaar is in de totale stilte afgesneden van, zeg maar, de computer, van muziek. Maar u maakt muziek hier? Ja, ik doe het graag. Ik moet zeggen, na de Eucharistie, na de terts, dan kom ik, als ik speel, de laatste tijd heb ik minder gespeeld, dan kom ik hier een half uurtje, drie kwartier, en dan begin ik te werken. Hal jubolo de urecho de gidoyuto.
uw bol, dat is de au sujet. Maar het is wel bijzonder dat een kluizenaar in 2008 een tekst zit te vertalen van een kluizenaar uit de 8e, 9e eeuw, ja. Ja. En het paradoxale van Isaac, hij schrijft voor kluizenaars, dat is de bedoeling. En eigenlijk is hij heel graag gelezen door leken. Wat is nou een regel, een zin, een wijsheid van Isaac de Syriër die u zeer aanspreekt? God heeft alle mensen lief, zegt Isaac. Ook de rechtvaardigen, zowel als zondaars. En als ik zijn precieze idee zou meegeven, dan zou ik zeggen vooral van zondaars. Wil hij hiermee eigenlijk zeggen dat wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, je komt uiteindelijk bij God terecht. Ja. En God wijst je dan niet af? Nee, nee. Hij staat op je te wachten eigenlijk. Het is nu middernacht en op het moment dat de meeste mensen gaan slapen of al op bed liggen, staat André Louf op in zijn kluis. En dat doet hij iedere nacht. Van 12 uur tot 3 uur is hij op om te bidden en stil te zijn. Broeder André, ja, ik aarzel om hier binnen te komen, omdat ik binnenkom in de stilte. Ja, het mag hoor, dat is mag. Dat is geen probleem voor mij. Nee? Het is voor mij eigenlijk is die tijd gedurende de nacht, van middernacht min of meer tot drie uur tot vier uur. Het is de mooiste tijd van de dag, dus ik voel me daar echt goed in thuis. Ook ik voel me verbonden met al de mensen die nog slapen. Dus, ik heb de indruk dat ik over die mensen mag waken, voor hun zorgen en hun zorgen aan de Heer aanbieden. Wat mij zo treft in u is dat u zo bescheiden bent. Dat weet de Heer, ja. Bescheiden of niet bescheiden. Wat is het dan? Misschien mijn natuur. Ja. En wat is die natuur? Zichzelf niet op te dringen aan de anderen, dus een beetje op afstand blijven. Is er in zo'n nacht ook wel eens twijfel? Houdt God wel van mij? Nee, daarover kan ik echt niet meer twijfelen. Dus daarvan ben ik zeker en heel dankbaar.
twijfel is er niet. In die zin tenminste helemaal niet. Factus est dominus, protector meus, et seduxit me in lassitudine. U bent nu 78. Denkt u veel na over de dood? Ik zeg nee. Ik weet alleen dat ik daartoe voorbestemd ben, dus zoals iedereen. Dus de dood komt, maar ik ben ook niet bang van de dood. Nee. Ik zal ze dankbaar tegemoet gaan als het uur gekomen is. Maar wanneer, weet ik niet. En waarom bent u niet bang voor de dood? Nou, het is de ontmoeting waarop ik altijd gewacht heb. Dus dat heb ik proberen waar te maken in een leven in de eenzaamheid. Maar de werkelijke ontmoeting is op het einde, wanneer het uur van de dood gekomen is. Tot zover het bijzondere verhaal van kluizenaar André Loef. We hebben veel meer gesprekken met hem opgenomen. Als u die nog wilt zien, kunt u nu naar internet kruis.rtv.nl. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering uit de Kloosterserie. Dit is eigenlijk de belangrijkste ruimte van een abdij. We zijn gebouwd rondom de leegte. En dat vierkant is onze ademhaling. Volgende week zijn we te gast bij de Benedictijnen in het Vlaamse Zevenkerken. En Benoît Standaard is de gastheer. Het is de zone waar in principe niets gebeurt. En waar we dus met onze energie in balans kunnen komen. Want overal steken wij energie op. En hier gebeurt in principe niets. U bent nu 78. Denkt u veel na over de dood? Ik zeg nee. Ik weet alleen dat ik daartoe voorbestemd ben, dus zoals iedereen. Dus de dood komt, maar ik ben ook niet bang van de dood. Nee. Ik zal ze dankbaar tegemoet gaan als het uur gekomen is. Maar wanneer, weet ik niet. En waarom bent u niet bang voor de dood? Nou, het is de ontmoeting waarop ik altijd gewacht heb. Dus dat heb ik proberen waar te maken in een leven in de eenzaamheid. Maar de werkelijke ontmoeting is op het einde, wanneer het uur van de dood gekomen is. Dat klinkt heel anders dan je vaak hoort in deze tijd, waarbij het is toch erg dat je doodgaat en... Ja, ik voel de dingen anders, dus ja. Maar zeker niet. Ten andere, niemand kan de dood ontwijken, hè. De dag komt.
voor iedereen. Dus, dus, En hoe bereidt u zich voor op die dood? Door mijn leven van elke dag. Dus door mijn, het gebed, door de Lectio Divina. Ik beluister God in de schrift. Dus God spreekt mij in de schrift. Hij spreekt tot mij in de Heilige Schrift. En verlangt u er ook naar? Niet naar de dood, maar naar... De ontmoeting. Naar de ontmoeting, ongetwijfeld, ja. En dat zal dan de dood zijn, maar... rechtstreeks denken aan de dood doe ik niet. Doe ik toch niet vaak. Ook niet in de pijn die misschien... daarmee gepaard gaat? Nou, dat zal ons lieve Heer wel voor zijn rekening nemen. Dus ik moet daar niet, ik heb daar geen wensen voor, ik heb daar geen plannen voor. Een dood kan pijnlijk zijn, maar een dood kan ook heel zacht zijn. Maar... En gelooft u ook dat de dood de toegangspoort is tot... die andere kant, tot misschien wel... Tot het eeuwige leven. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja, ja. Iedereen moet er doorheen. Maar kan het niet ontwijken. En alles wat u hier doet, in dat kleine huisje... Dat is op weg staan naar de ontmoeting. En laat me dat... De dood te noemen, maar voor mij is het vooral een ontmoeting. Een ontmoeting met iemand waarop ik gans mijn leven opgewacht heb. Veel mensen, steeds meer mensen in Nederland, zijn niet meer christelijk en die zien de dood als het eind. Mm-hmm. Hoe ziet u de dood? En voor mij is het begin. Het is het begin van een nieuw leven, van het eeuwige leven. Het leven dat altijd mijn leven zal zijn. Waar heb ik gans mijn leven lang gewacht. Dus naar een groot en diep verlangen. Het is het uur van de ontmoeting. En hoe weet u dat? Hoe voelt u dat? Of is dat alleen maar geloof? Ik heb een vriend, een collegevriend is, die heeft de ervaringen meegemaakt na een zware operatie. Dus hoe heet men dat? Een bijna doodervaring. Ja, ja. En dus hij vertelde aan zijn vrouw dat hij daar dus een neef van hem ontmoet had. Och, zei zijn vrouw, kan niet, hè. Die man leeft nog steeds. Sander dag kwam de doodsbrief binnen van die neef. Dus daar had hij hem toch ontmoet. Dus. En zegt hij, ja, dan zal het toch waar geweest zijn. Dat, en toen zei sindsdien ben ik niet meer bang van de dood. Dus, sinds die ervaring dus... Dus mensen die op de rand van de dood zijn geweest? Ja, ja. En die daar iets meegemaakt hebben. Onder de vorm van een licht, een geweldig licht. En die zijn... En ook een grote inwendige vreugde. Diepe, diepe vreugde. Als je nu ook kan ik niet meer bang zijn van de dood. Dat is, als dit het is, graag. Ja. Ik ga elke avond dus naar de vespers. Daar zie ik dit. Hè. En, het is een heel mooie omgeving. Ik kon het niet beter dromen. En is God hier ook in de natuur, in de schepping? Spreek vanzelf, ja. Ja. Hij is de schepper. Zonder hem zou er niets geweest zijn. Wordt u daar blij van? Wordt u daar blij van? Geeft het u vreugde? Ja, diepe vreugde. Want we weten dat God dit allemaal voor ons gemaakt heeft eigenlijk. Dus. Hij heeft het voor ons geschapen. Omdat wij er gelukkig mee zouden zijn. En bent u gelukkig? Ziet u dat niet? Ja, inderdaad. Ik heb hier heel, heel,
heel schone dagen. En wat maakt het dat er een schone dag is? Wat is dat dan? Inwendige vreugde. Tevreden zijn met wat er gebeurt. God proberen te ontdekken in alles. Ook in de schepping, maar ook in mijn werk, in de ontmoetingen. Ik heb weinig ontmoetingen, maar kom. Thank you.